Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Woord. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Hierdoor hoef je namelijk nooit meer een video van mij te missen. En show je alle love and support. Het is vandaag dus maandagochtend, een nieuwe week. Ik heb deze week vakantie en er zijn hele leuke dingen die deze week komen. Ik ga een nachtje weg met Stan, ga een nachtje naar Amsterdam. We hebben een heel leuk Airbnb gehuurd, beide op de grachten. Bode is jarig, een super leuke dag. Ik ben nu dus ook bij Stan. Ik was bij hem blijven slapen, want het is vakantie, alles dacht wel gezellig. We gaan nu even naar de supermarkt. We gaan even gezonde dingetjes halen. We willen een volkoren wrap met huttekees en zalm gaan maken waarschijnlijk. Because we love zalm. Ik heb hem ook opgemaakt en ik heb geen poeder gebruikt. Ik heb wel foundation op. Maar het is veel mooier. Het is veel glowier. I love it. Oké. En ik heb de laatste dus op TikTok geleerd. Ik deed veel meer mijn contour zo. Maar je moet hem meer zo doen. Daardoor lijkt je hoofd smaller. Dus ik hoop dat het ook werkt. Volgens mij roept... Ja, we gaan hè? Yes. Oké, lekker. Nou, het is inmiddels... Laat het eigenlijk 2:30 bijna. We zijn nu in het Amsterdamse bos. Gaan even een rondje lopen. Ja, dus verder is echt helemaal niks te doen. Maar ja, het is ook wel lekker. Het is echt super lekker weer. Dus helemaal top. Oké, Sanne, ik had net even een cappuccinootje gehaald. Dat doen we net op. We zitten nu ergens hier, maar ik moet heel erg nodig plassen. We hebben denk, hoe lang hebben we gelopen? 3 kwartier of zo? Uurtje, 3 kwartier. Uurtje, 3 kwartier. Dus nu gaan we richting huis. Ga ik lekker plassen. En Sanne moet zo werken, dus ik ga dan ook gewoon naar huis. Zo, yeah. Alright, we zijn weer thuis. En we gaan nu zo'n fruit... smoothie ijs proberen te maken. We hebben dus diepvriesfruit en wat kwark. En dat gaan we dan mixen. En dan hopelijk wordt het zo'n ijssubstantie. Dat lijkt me zo lekker. Oh my god. Het is echt perfect gelukt gewoon. Kijk hoe goed het eruit ziet. Het is echt een soort ijs geworden. Love this. Het lijkt me zo lekker. We hebben dus wel trouwens nog een beetje melk erbij gedaan. Want anders mixt het dus niet. Maar dat kan dus gewoon... Oeh, lekker. Dit is echt maar, we hebben het net gekeken, maar 130 calorieën. Dus dat is echt top. Oké, ik ga nu weer een HelloFresh maken. Ik ben thuis. Dit is een lekker snel. Mini tortilla met krokante kip en mango chutney. Salade, yoghurt en tomaat. Super benieuwd. Lijkt me wel lekker. Oh my god, jongens. De greetkaart is binnengekomen. We hebben dus een hele mooie gouden envelop. En dan hebben we deze kaart voor Bo. Happy birthday, zus. En ja, dan hebben we dus zo. Dat is een hele leuke foto van ons vroeger. Nu. En dan kan ze hier de QR-code scannen. En dan kan ze zien waar ze heen gaat. En hier vertellen we dat. Dus dat ze naar Antwerpen gaan. Een leuk appartement. Superleuke kaart. Dus ja, deze gaan we vrijdag aan Bo geven. Helemaal excited. Jongens, het is inmiddels avond. En ik heb dus weer zitten puzzelen. Ik wil heel graag een spiegel. Waar ik zeg maar outfitfoto's kan filmen. Want ik heb zeg maar deze spiegel. Maar deze spiegel is heel slecht licht. Die lampen zijn gewoon irritant. En het is gewoon net niet een lekkere spiegel of zo. Ik weet niet. Hier heb ik gewoon lekker de ruimte voor een huge spiegel. En ja, dit was eigenlijk de ruimte ook niet gebruikt. Want eerst zaten die twee tegen elkaar aan. En stonden daar wat spullen. Maar ja, zo is het ook gewoon prima. Dan wil ik hier gewoon een spiegel. En heb ik ook gewoon lekker licht vandaar. Dus dat is helemaal top. Ik zie het helemaal voor me. Maar dan ga ik zo meteen even kijken voor een leuk spiegel ergens. Also guys. Toen ik thuis kwam. Zag ik een super leuk pakketje. Van bij Jules Fashion. En look how cute de verpakking is. I love this. I'm so happy to see you. Well, I'm so happy to see you too. Ik heb niet gezien dat het pakketje binnen was, omdat ik natuurlijk bijna niet meer thuis ben geweest. Dus ik ga hem even openmaken. Oh, dat is zo leuk verpakt. I love that so much. Oeh, kijk hoe leuk. Kijk hoe leuk, jongens. Oké, eerst wat ik zie. Heel leuk kaartje ook.
thank you for your order, is deze Dior sweater. Dior Girl Forever. Dit is gewoon een lekkere zwarte sweater, wat eigenlijk bijna niet fout kan gaan. En erbij heb ik een hele leuke jeans. En dit is de flared jeans met gaten in de knieën. En deze is heel erg stretchy. Dus dat is super chill. Ze stuurde deze en ik dacht, oh my god, dit is echt een fucking leuke broek. Ik heb namelijk helemaal geen flared jeans broek. Dus ik ga het even aandoen. Ik denk dat het ook echt vet leuk op elkaar is. Oh my god, guys. Deze broek zit echt niet normaal lekker. Hij is super stretchy. Hij zit echt gewoon perfect. Ik heb hem trouwens in de maat 40. Mooi aangesloten op je kont. Daar heb ik echt maat 40 nodig. Dan van die gaten in je knieën. En ja, een flare aan de onderkant. Vind ik echt super leuk. Ik ben 1,70 en dit is denk ik ja, de perfecte maat flare. En de trui. Ja, hier kan eigenlijk weinig fout aan gaan. Een sweater. Is altijd leuk. Vet leuke outfit op elkaar. Als jullie het kunnen zien. Leuk. Het volgende is. Oh, dit is ook echt heel erg leuk. Want eerst heb ik deze vet leuke riem. Kijk hoe leuk. Dit is echt vet leuk om een jurk heen. Leuk om zo'n sweater trui. You know. Dan heb ik een hele leuke beige body is het volgens mij. Top, body top. Ja, dit is een body. Dus die zit lekker je broek in. Heel erg leuk topje. En daarbij deze skinny jeans. Ik heb dus letterlijk geen skinny jeans. Ik kwam er laatst achter. Al mijn skinny jeans zijn echt 3 jaar oud of zo. En ik trek nooit skinny jeans meer aan. En ik trok eigenlijk nooit skinny jeans aan. Tot ik besefte van, ik heb geen skinny jeans. Toen ik bij haar dus zag dat ze hele leuke skinny jeans had. Dit is gewoon een normale skinny jeans. Gewoon een blauwe. Ook lekker stretchy. Dit is ook in de maat 40. Dus ja, hier kan eigenlijk niet zoveel fout aan gaan. Ik denk dat bijna dezelfde soort maat als deze is. Dus ik ga dit nu even op elkaar aandoen. Ik vind het echt twee hele leuke outfits. Helemaal excited. Oh, ik vind het zo leuk om. Oh, ik kreeg een steek in mijn hoofd. Ik vind het altijd super leuk om items te ontvangen van haar. Want ze heeft echt zo'n leuke webshop. Het is echt amazeballs. Oké, jongens. Kijk hoe leuk. Dit zat ook vet leuk op elkaar. De top is echt. Ja, super chill dat hij een body is. En ik zweer het, deze broeken zijn zo niet normaal top. Ze zitten echt gewoon perfect. Ze zijn super lekker stretchy en comfortabel. En ik ga deze riem er even bij omdoen. Ik denk dat het ook heel erg leuk is. Even kijken hoe die moet, zo denk ik. Oké, deze riem is echt vet leuk om een simpele outfit wat leuker te maken. Ik wil niet vergeten hoe zo'n riem werkt met dit. Please help a girl out. Dat moet ik nog even uitvinden. Dus jullie moeten me even helpen. Nee, ik ben echt super blij met deze outfit. Ik vind ze echt heel erg leuk. Met de code Sarah kan je 15% korting krijgen op je bestelling. Dus check de links in de beschrijving. Er staat sowieso de website gelinkt. En de kortingscode is gewoon Sarah. Dan krijg je 15% korting. Ze heeft echt een super leuke webshop. Dat is zeker een kijkje neem waard. Ik heb echt veel dingen van mijn kledingkast van haar. En ik doe ze altijd echt vaak met liefde aan. Het is ook echt goede kwaliteit. Dus love it. Thanks Julia. Love you girl. Thanks for the items. En ja, ik ga nu mijn make-up er denk ik allemaal afhalen. Misschien al beginnen aan het editen van mijn weekvlog. Ik heb net mijn kamer opgeruimd. En verder niet veel doen. Het is ook al. Is het al zo laat? Het is al 9:45. Morning, het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele ochtend aan school gewerkt. Het is nu 12 uur. Ik ben echt vet goed bezig. Ik heb mijn hele logboek al bijgewerkt. En het moet zeg maar elke les een reflectie schrijven. En wat je gedaan hebt, wat je laat zien. Dus daar ben ik weer vet goed mee bezig. Echt super veel gemaakt.
Ik heb ook een extra opdracht al gemaakt. Ik moet nog één extra opdracht doen. En dan ben ik eigenlijk klaar met school. Dan heb ik alleen nog een assessment. Maar dat is pas niet volgende week, maar de week daarna. Dus dat ga ik volgende week gewoon een beetje doen. En dan hoef ik deze week niet meer aan school te denken. Dat is super chill. Het is nu 12 uur. Ik ga me denk ik eventjes klaarmaken. Ik heb namelijk nog mijn pyjama aan. En een beetje opmaken, want ik moet vanmiddag ook werken. En ja, ik heb helemaal positive vibes. Ik ben helemaal bezig met mijn Instagram. Ik wil echt even groeien op Instagram. Veel foto's plaatsen. En nog meer. Daarna ga ik even lunchen. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Maar ik denk lekker crackers met een eitje of zo. Lekker gekookt eitje. Een beetje gezond. Ja. Oké, het is inmiddels 1:15. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb geen foundation op. Maar wel cream contour en concealer. I like that. Ik heb deze trui aan. Die ik gisteren had gekregen. En de skinny jeans. En deze shoes. Maar ik weet niet heel erg of deze schoen erbij gaat passen. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik heb ze nu gewoon even aan. En ik ga even lunch maken. Because I'm hungry. Yummy, kijk hoe lekkere lunch. Ik heb lekker crackers met... Oké, ik ga het allemaal vertellen. Philadelphia, sriracha, tomaat, komkommer, ui en ei. En peper en zout. En deze bij elkaar zijn maar 400 calorieën. Volgens mij heb ik geteld. Ja, 400 calorieën voor deze hele lunch. Oh my god, ik krijg bijna een hartaanval. Oh, kut geheugenkaart, ik zweer het. Ik smijt ze echt nog een keer weg. Er stond geheugenkaart fout. Ik denk, je gaat niet menen dat mijn geheugenkaart nu kapot is. Want dit is met letterlijk al 5 keer of zo overkomen. En dan was ik al mijn beelden kwijt. Gelukkig niet. Het is inmiddels 4:15. Dat betekent dat ik richting mijn werk ga. Dus, mijn haar lijkt echt grijs de laatste tijd. Ik wil het dus blonder verven. En de ene helft zegt van, ja doe het. En de andere helft zegt van, nee doe het niet. Ga weer bruin. Maar ik vind mezelf blond leuker. Dus weet je, ik ga het gewoon proberen. YOLO. En ik zie dat de batterij bijna leeg is. Dus we gaan lekker nieuwe batterijen doen. Want ik heb alles klaar liggen. Maar dat heeft ook geen zin, want ik ga nu gewoon naar mijn werk toe. Dus het is eigenlijk geen goed verhaal dit. Maar dat maakt niet uit, weet je. That's life. Ik ga nu. Bye. Alright, het is inmiddels 8:30. Ik ben terug van werk. Ik heb lekker avondeten. Ik heb boontjes en hamburger die een beetje verbrand is. Oepsie. En lekker gebakken aardappeltjes. En lekker. Love it. Alright, het is oh my god. Alright, het is oh my god. Oké, het is alweer. Nou, het is gewoon veel te laat. Het is 12:30. Ik moet echt nu naar mijn bed. Ik moet daar morgen vroeg op. Ik wil misschien nog heel veel van schoolwerk als het lukt. Spullen inpakken. Moet mails beantwoorden. En daarna ga ik lekker een nachtje weg met Stan. We hebben het super leuk. Airbnb'tje. Bij de grachten van Amsterdam. Bij de Prinsgracht. Voor de kenners. Heel erg leuk. Ik kan niet wachten. Ik heb helemaal leuke dagen. Donderdag ben ik er ook. En vrijdag de hele dag de 40 mijn boom. Wordt helemaal geweldig. Maar, ja. Ik moet nu naar bed. Ik moet slapen. Dus, ik ga lekker slapen. Ik ga heel snel de boer opruimen. Het is een beetje een zooitje. Dan ga ik lekker naar bed. En dan morgen weer een hele leuke nieuwe. Dan komen er nu alleen maar leuke dagen aan. Nu komen er echt gewoon alleen maar leuke vakantiedagen aan. Ik heb nu 2. Vandaag is wat trouwens ook gelukt. Maar vandaag een beetje saaie kutdag gehad. But guys, now the week vlog is beginning. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben helemaal al geflikt en al ready. Superleuk jurkje van Shein aan. Eindelijk kunnen we jurkjes aan. Woe, want het is mooi weer. En deze leuke hoge laarzen erbij. Kijk hoe het lekker zonnetje schijnt. Ik word helemaal blij. Ik ga dus vandaag een nachtje naar Amsterdam met Stan. Dit is echt zeg maar... een soort van nette hoog. Oh, oké. Okay. Ik ben nu lekker een koffietje aan het zetten. Because I love koffie met havermelk. Dat doe ik de laatste tijd altijd. Een lekker koffietje erbij. Oh, ik ga mijn lipstift eraf. Ik zeg maar eerst een keer koffie met agave siroop of karamel. En met gewoon melk. Maar nu drink ik gewoon espresso met havermelk. Want het is gewoon het best.
En ik vind havermelk echt vet goed bij koffie passen. Die smaken passen echt goed bij elkaar. Bijvoorbeeld met amandelmelk of zo. Dat schuimt niet echt. Dat vind ik echt lekker. Ik moet even mijn lippen een beetje eraf halen. Want anders gaat alles onder de lips te zitten. Ik heb het spul al ingepakt. Met alleen nog een paar mails beantwoorden. En dan ben ik ready to go. We gaan op de scooter naar een bus. Naar een bushalte. En dan gaan we met het OV. Want we hebben allebei student OV. En parkeren in Amsterdam is echt kut. Dus. En het is vanaf mij heel dichtbij. Normaal ging ik elke dag naar Amsterdam. Want ik zit in Amsterdam op school. Dus. Ja. Ik ga zo die mails beantwoorden. En dan. Kut, ik moet mijn laptop ook meenemen. Oh, dat gaat allemaal niet passen. Oké, guys. Ik heb iets super leuks. Pakketje binnengekregen. Ik ben er echt super benieuwd naar. Het komt letterlijk echt op de perfecte timing. Ik was net mijn havermout aan het maken. Ik maakte het havermout met een beetje yoghurt, lijnzaad en pindakaas. Oké. Wat ik dus heb besteld zijn zoetstoffen. Nee, ja, zoetstoffen met een smaakje van Body & Fit. En deze bevatten dus geen calorieën. En dan kan je dat dus voor je havermout doen, voor je koffie. En dan heb je geen suiker en geen calorieën. En het was 4 euro per ding. Ik heb in de smaak karamel en vanille. Dus dan karamel super lekker in koffie. En vanille bijvoorbeeld in deze havermout. Maar karamel kan er ook in. Oh, je mag eigenlijk niet naar toe snijden natuurlijk. Oké, super benieuwd. Het kwam echt net op mij binnen. Ik wilde net een hap nemen. Wow! Ze zijn groot. Holy shit. Holy shit. Ze zijn echt niet normaal groot. Ik dacht dat het echt zulke flesjes waren. Want ze waren maar 5 euro. Ik ben hier dus zo benieuwd naar. Oké, ik ga de vanille uitproberen. Ik ben echt benieuwd of dit lekker is, joh. Het ruikt echt naar vanille gewoon. Ja. Oké, ik weet dus niet hoeveel je erin moet. Dus ik begin gewoon. Een paar druppels. Misschien is het wel hartstikke sterk. Oké, let's try. Ik proef niet echt vanille. Maar ik proef wel echt dat het zoeter is. Hè? Ik vind het... Ik weet niet of ik het per se lekkerder vind. Je proeft heel erg die zoet, die stevia. Dat vind ik geen lekkere smaak. Ik had iets meer vanille verwacht, maar... Weet je, ik ga zo'n karamel erbij doen. Misschien is karamel wel wat sterker. Zo, dat ruikt naar karamel. Holy. Ik wil hem natuurlijk ook niet te zoet maken. Ik zag dit trouwens op TikTok. Al mijn lifehacks heb ik letterlijk van TikTok. Je proeft dus niet echt karamel. Naast smaakt wel. Maar ik vind het wel eigenlijk gewoon lekker. Het maakt iets zoeter. Maar je hebt gewoon geen calorieën. Ik denk niet dat ik het in mijn havermout verder zou gebruiken. Ik denk dat ik mijn havermout gewoon los zonder suiker eigenlijk lekker vind. Heel benieuwd in een koffie. Alright, het is inmiddels bijna 12 uur. Ik ga nu naar Sean. Ik ga hem nu ophalen. Ik heb ook een hele leuke spiegel besteld. Oh, ik heb mijn laptop al ingepakt. Even kijken hoor. Hele leuke spiegel is het. Ik heb hem bij de IKEA besteld. En mijn vader die gaat hem vrijdag ophalen. Hij is best wel breed. Hij is ongeveer, nou denk ik zo breed. Nou zoiets. 52 centimeter. En hij is 1,65 meter lang. Dus best wel een grote spiegel. Die gaat dus tussen mijn kleding rekken. Dus heb ik vrijdag al. Woe! Echt zin in. Ik had namelijk echt nooit een goede spiegel en ik ergerde me zo erg aan. Even kijken hoor, ik had naar moeder gestuurd. Kijk, deze. Fucking leuk. Hij is dus hierachter ook nog heel handig dat je iets kan ophangen.
Heel erg leuk. Love it. Oké, ik heb even een goede, lekkere, warme jas aan. In ieder geval warm, gewoon prima jas. Zonnebrilletje op, wat de zon schijnt. En dan gaan we lekker. Woe, woe, woe. We zijn met de bus. Het is echt niet normaal heet. Ik heb het echt bloedheet. Holy fuck. Kijk, de bus gaat over 8 minuten. Nou, we zijn een beetje vroeg, maar ja, maakt niet uit. Oké, we zitten nu in de trein. Ik lijk voor mijn gevoel ik echt. Nou, ik zie denk ik gewoon dubbel. Nee. We moeten alleen even met de trein dan met de metro zijn. Het is heel overstappen, maar het duurt in totaal maar 40 minuten volgens mij. Super erg benieuwd naar het appartement. Okidoki, we zijn aangekomen. We moeten heel even een stukje lopen. Maar het is echt perfect weer. Ik heb het gewoon heet. Ja, we zijn dan alright. We zijn er. Ik zal even een roomtour geven. Hier kom je dus zeg maar binnen. Dan heb je hier de hal. Je hebt hier ook een kast en voor je jas of zo. En dan kom je hier zo binnen. En dan heb je hier een soort de woonkamer. Super cute. En ja, je kijkt echt zo op de grachten uit. Het is echt super mooi. Jezus, die verwarming staat hartstikke hard aan. Dat doen we even uit. Ja, het ziet er echt super mooi uit. Dan heb je hier tussen zo de badkamer. En dan heb je hier de slaapkamer. En dan heb je hier de slaapkamer. Ook super mooi. Love it. En dan heb je hier nog een balkonnetje. Nou, een balkon. Je hebt deuren. Dan kijk je hier buiten. Super cute. Oké, we hadden net even hier voor de, bij de grachten super leuke Insta-foto's gemaakt. Ik heb nu even een andere outfit aan, want op die hoge laars kreeg echt pijn aan mijn voeten. We gaan nu even een stukje lopen. We gaan even naar het vondel, denk. Ik heb nu een leuke sweater, jurk aan en witte sneakers. Ik had eigenlijk liefst hier andere schoenen onder gewild, maar... Die had ik nu mee. En ik heb de tasje erbij. En mijn zonnebril. En ik heb even lipstift op gedaan. En we gaan even wat eten. Want ik heb vandaag alleen maar een beetje havermout op. En het is al 3 uur. Dus ik moet echt even wat gaan eten. Oh, het is zo lekker weer, jongens. Het is niet normaal. We hebben net even wat eten en drinken gehaald. En we lopen nu naar het vondel. We hebben even een lekker plekje in het vondel opgezocht. Het is niet normaal druk. We hebben lekker een broodje gehaald bij de A. Kip pesto. En we hebben een gin tonic. En lekker wat drinken nog. Oké, we zijn inmiddels weer terug in het appartementje. We zijn vandaag gezellig de stad in geweest. En we zijn echt super veel oude bekenden tegengekomen. Super leuk. Het was echt zo'n gezellige dag. We hebben echt lekker drankjes gedaan. En oh, het was zo leuk. En nu zijn we lekker in het appartementje. En dan kun je gewoon lekker Netflix op tv. We hebben heel lekker Mexicaans besteld. Ik ga het zo laten zien. We hebben allemaal tacos, burritos, hoe noem dat? Nachos. Super lekker. Dingetjes besteld. En we gaan nu lekker Netflix. Ik moet even inloggen, maar ik heb het hier nog gegeven, wel gelukkig. En dan gaan we een filmpje kijken of zo. Even leuk, gezellig. Oh my god. Ja, het eten is er. Het duurde echt lang. We hebben desperado's. Geen idee wat we allemaal hebben. Oh! Lekker. Hier is een burrito, denk ik. Dit zijn nachos. Dit zijn... Nee, dit zijn nachos. Dit is een burrito en dit zijn tacos. En allemaal dipjes. Oeh! Oh my god, kijk hoe goed dit eruit ziet. Een burrito. Nachos, allemaal dipjes, tacos. We gaan lekker Netflixen. Love it. Oké, we zijn echt heel erg. We hadden net niet genoeg, want we hadden vandaag echt bijna niks gegeten. Dus we hebben nog meer tacos besteld. Alleen, waar we net hadden besteld, dat was dicht. Dus we hebben nu bij Taco Mundo besteld. Oké, ik ben heel benieuwd. Wat hebben we allemaal? Oh my god. Oh, dat zijn die churros, denk ik. We hebben ook een toetje besteld. Hier hebben we tacos. Oh nee, dit zijn de churros, denk ik. Ik weet het allemaal niet. Oh nee, wacht. Dit zijn de tacos. Oh, lekker. Oh, lekker man. Nou. What the fuck. Dit zijn... Ja, dit zijn de churros. Die bewaren als toetje.
We hebben wel een burrito besteld, hè? Niet. Jawel. Een chicharito. Nee. Wat een taco's. Take me to a place. Nou, in ieder geval, het zal vast wel lekker zijn, jongen. Ja, dat is. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. We zijn wakker geworden in Amsterdam. Heerlijk weer is het gewoon nog steeds. Het is niet normaal. Het is echt geweldig lekker. We gaan zo meteen een Starbucks halen. En daarna gaan we denk ik gewoon naar huis. Want we hebben een hele zware tas. En ja, we weten niet echt wat we hier kunnen doen. Want je kan hier echt gewoon letterlijk niks doen. Je kunt niet shoppen. Wandelen hebben we gisteren al de hele dag gedaan. Gepicknickt hebben we gisteren. Dus ja, wat kunnen we nog doen? Ik bedoel, het is niet dat we hier nooit komen. Dus het was gewoon super gezellig. We gaan lekker naar huis. Alright, we hebben net even foto's gemaakt. Weer leuke foto's voor Instagram. We gingen net even naar de Starbucks. En ik heb een super lekkere karamel macchiato met sojamelk. Heel erg lekker. We zitten nu even hier op een bankje. Een beetje genieten van het weer, want het is echt best wel lekker weer gewoon. Oké, we gingen even wat eten. In ieder geval zag je even ontbijt halen. Ik had niet zoveel honger. Ik heb een gembershotje. Even alle taco's van gisteren eruit detoxen, want oh my god, ik heb er zoveel gegeten. We zijn inmiddels bij Stan aangekomen. Het is nu 2 uur. Nee, dat klopt niet. Even kijken. Het is, nou ja, het is wel 2 uur. Ik dacht dat het 2:30 was. We hebben het echt snel gedaan. We gaan denk ik even wat eten hier. En ik ga vanmiddag werken. Daarna ga ik nog naar Nina. En nou, ik ga daar eens mee met Nina en Anna zijn er ook gezellig. En ja. Yeah. Geen idee verder wat we gaan doen. Er is echt niks te doen. Hoi allemaal, het is inmiddels 8 uur. Ik ben klaar met werken. En ik ben nu onderweg naar Esmee. Daar gaan we gezellig eens een drankje doen met mijzelf, Esmee en Anna. Zoals 2-3 weken geleden ook hadden gedaan. Dus super gezellig, echt zin in. En ja, ik ben er nu naartoe aan het rijden. Werk was echt met best wel rustig, dus ik was op tijd klaar. Dus chill, ik heb net thuis even wat gegeten. Die meiden die waren er al, die hebben daar al met elkaar gegeten en zo. Maar ja, ik kon toen niet meer werken. Maar ja, ik zie jullie zo weer. Nou, ik ben aangekomen. Ik ben er al een tijdje. Maar we zijn nu rap aan het draaien of we gaan eten of niet. Zo, wat is het? Nee, maar dit is al 2 keer. Oké, we gaan dus wel een toetje eten en nachos. En we gaan ook... Gaan we bij je drinken, ja of nee? Ja! Tuurlijk. Nou, wijnen! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag en het is de verjaardag voor mijn zuster. Want Bo die is jarig. Dus daar ga ik vandaag sowieso heen. Heel erg stijl. Ik heb net even wat boekhouding gedaan. Want dat moet ook gebeuren. Ik ga even een koffietje zetten. En ik moet aan school werken. Het is een prachtige dag. Het is niet normaal. Gewoon blauwe lucht. Love it. Ik moet eigenlijk ook nog eigenlijk voor een iets. Een foto maken. Ga ik rond 3 uur naar Bo. Helemaal gezellig. Ik ga eigenlijk een paar dingetjes regelen, maar dat komt wel goed. Ik ga eerst koffie zetten. Ik ga nu deze proberen met koffie met karamelsmaak. Heel erg benieuwd. Ik had dus ook al mijn havermout geprobeerd, maar ik proefde het eigenlijk niet heel erg. In ieder geval, ik proefde de stevia, zeg maar dat zoetige stof, wel. Maar de smaak proefde ik niet echt. Dus ik ben benieuwd of het anders is in mijn koffie. Ik gebruik trouwens altijd deze melk. Super chill. Oké, okay, let's try. Het ruikt wel echt naar karamel. Oh nee. Het is echt heel vies. Oh, dit is echt heel vies. Dit smaakt echt naar zoetstof. En dat is echt niet lekker in je koffie. Oh, chips. Ja, ik ga dit echt niet opdrinken, sorry. Oh, ze hebben nog veel te veel gedaan. Schoon. Het wordt gewoon een soort bitter of zo. Het is nu wel minder. Ik doe er iets meer koffie bij.
doe gewoon iets meer koffie erin. Ik zou het niet aanraden in koffie. Of je moet minder gebruiken. Misschien moet je maar één druppel gebruiken. Ik zit weer 5 druppels erin te gooien. Ja. Oké, ik ben helemaal ready. Helemaal geflikt. Ik heb dit superleuke jurkje aan. Deze hakken eronder. Mijn zus is er ook al. Ook helemaal geflikt. Helemaal flikkie girl. Alsof we uitgaan. Ja, echt zo. En we hebben nu hier leuke ballonnen voor aan de kaart. Nou, het wordt echt helemaal een leuke dag. Gewoon. Ja, ik heb er zin in. Ik ook. Oh, die lamp. Oh. Ja. Hele leuke jurk is dat. Thanks. Ja, wie is dat? Van Shine gewoon. Echt? Kijk, helemaal leuk zo. Zwart thee. Oh, mijn zus is jarig. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Dit is niet normaal. Zo leuk. Dit is ons cadeau dus. Wow. Is zo benieuwd. Ik ga het filmen, je reactie. Ja. Nee, dat wil ik niet. Oh. Helemaal leuk! Kijk dan hoe mooi het eruit ziet. Hele klankie hier. Het. Dit is gewoon niet normaal. Kijk hoe leuk het eruit ziet allemaal. Het is helemaal goals. Hoe leuk. Dus die ballonnen was dus eerst deze kleur. Ik word helemaal zenuw. Nou, we hebben een heel leuk cadeau. We hebben een heel leuk cadeau voor jou. Oké. Okay. Dat jij het ook leuk vindt. Wij vinden het in ieder geval echt heel erg leuk. Oké. Okay. Nou. Er staan ook heel veel dingen op, maar ja, we houden van jij, onze zus. Ja, je bent ons allerbeste vriendin. Allerbeste vriendin en daarom hebben we echt een mega leuke cadeau voor jou gekocht. Omdat jij het verdient. Maar ja. Kan ik dit raden? Wat denk je? Nou, het is sowieso iets doen, denk ik, zeg maar. Jullie hebben gezegd, hou dat... Ja, die dagen vrij. Eén van die dagen, ja. Maar ik zou echt niet weten wat. En vooral niet nu, zeg maar. Ja. Wat zou je nu moeten doen? Of... Nou. Ja. Dat zou eerder denken aan een hotel, maar met z'n drieën in een hotel. Nou, nee, kijk maar. Ja, oké. Okay. Pam, 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 pam. Nou, maar kijk, ze hebben de kaart al gezien. Dus, oh, ze hebben het al gezien. Nou, helemaal leuk. Oeh, leukste foto. Ja. Oké, okay, moet ik het voorlezen? Ja hoor. Scan me. Moet ik dat doen al? Nee, nog niet. Ik ben zenuwachtig. Hey zus, gefeliciteerd met je verjaardag. Wij zijn super trots op jou en we houden mega veel van je. Omdat je zo'n mega goede zus bent, verdien jij om in het zonnetje gezet te worden. Daarom geven wij als cadeau met elkaar iets leuks te gaan doen. Als iets waardevol is, dan zijn het wel al onze herinneringen samen en willen deze graag voortzetten. Wij nemen jou daarom het weekend van 13 en 14 maart mee naar Antwerpen. We hebben een mega leuk appartement geregeld waar wij een nachtje gaan verblijven. Daar zullen wij jou verwennen met een hapje en een drankje. Nou, wat leuk! Dat is echt... Is te goals. Te leuk. Je moet het nu scannen. Zo'n meidenweekend. Ja. Je moet dat... Met... Wij hebben er mega veel zin in. Hopelijk jij ook. We zijn niet klaar. Blijf wie je bent, want je bent geweldig. Love you, zus. Hele fijne verjaardag. Kusjes. Oeh. En nu moet ik dit scannen. Ja. Wat cool. Ja, echt... we hebben alles al gezien waar we heen gaan. Het zit midden in het centrum van Antwerpen. De winkels zijn daar open. De winkels zijn open in België. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, dus we kunnen ook shoppen lekker een dag. En we gaan lekker helemaal verder met hapjes en drank. We gaan kerstsuipen daar, want boeien. Zo leuk. Ja. We gaan lekker, we nemen heel veel eten en drinken mee. We gaan lekker hapjes daar maken. In, gewoon lekker appartement. Gewoon net als dit, gewoon lekker thuis, lekker girls. Lekker samen met elkaar wonen, zo'n kleine mini-huisje eigenlijk. Je moet het even kijken hoe het is. Zo. Het is een heel mooi appartement. Stevig. Het is echt fucking groot. Wat vet. En er is één kamer met twee... Dus het is eigenlijk voor 9 personen. Maar dan kunnen we met z'n drie op elkaar... Het is echt heel groot. Het is eigenlijk voor 9. Maar dan kunnen we... Kijk, je hebt deze kamer. Er ligt één iemand alleen. Of we kunnen op een kamer. Dan kan je met z'n allen op de kamer. Met dit. Ja, dat is ook wel leuk. Dat is wel mooi. Wat leuk. Ja. Helemaal leuk. Nou, we zijn helemaal gezellig aan het wachten op het eten. Lekker wijntje. Zo met deze champagne. Leuk, maar Oh, ja. Oh, ik ben aan het vloggen. Zeg ik dat we wel helemaal over... Ja? Yay! Nou, proost. Nou, we staan nu klaar. Weet je, want ik zat pas een vlog terug te kijken. Toen waren we bij jou in Zeeland. En toen hadden jullie nog geen relatie. Het is, dat is mijn halfvriendje. Het halfvriendje van Bo of zo. Ja. Weet je dat nog? Ja. Dat was zo grappig. Dat was zo grappig. Ja, wie is het? Ja, het is mijn halfvriendje. Toen hadden jullie nog geen relatie. Dit is ook. Lekker! Is het een rosé of zo? Ja, een rosébubbel. Oh ja, ik zie het. Rosébubbel. Wacht er nog? Even heel veel wachten nog.
Pieter wil wat eten geven. Een lekker rosébubbel. Lekker man. Oh, ik zie het al. Het ziet er heel lekker uit. Heel lekker uit. Ik ga alle gangen filmen. Ja. Hallo mensen. De beste kraam. Ja, de zus is er bezig in de keuken. Over 2 weken komt een hele leuke vlog. Want we gaan. Oh. Ja, die heeft, ja, cadeautje. Dat heb je allemaal gezien. Ja. Het wordt helemaal het einde. Ik ben zo'n slechte vlogger. Nou, Sarah gaat zo lekker altijd eten filmen. Doei. Zo, yeah. So, wat lekker. Eerste ronde garnalencocktailtje. Heerlijk. Nou, we hebben de tweede gang. En steekt het haar. Wat lekker. Dat vind ik wel lekker, hè? Vind je mooi. Lekker broodje erbij. Het ziet er lekker uit. Heerlijk. Nou, maakt helemaal niet uit. Lekker. Lekker. Hup, aandrukken die zooi. Nou. Doe je dat kijken in mijn verhaal welke les die ik heb gedaan, hè? Oké, we zijn 36 aan het doen. Dit is zo mooi. Zo mooi. Oké, je mag beginnen. Mij? Ja, ze doen het veel. Hey. Dan heb je zeg maar wat ik heel lekker vind met tomaat en. Dat ik heel lekker de maat kan mozzarella. Hier. Klopt. Mozzarella. Ja. Je hebt zeg maar wat ik net had. Dat, die ding wat met. Vlinder. Zeg maar, ja, en heb je zeg maar. Je hebt. Rups. Hey, kut, sorry, echt een kut. Ja, oké, okay, als je komt zeg maar bij een hotel, dan kom je bij de receptie. Klopt. Dat kan ik niet uitleggen. Nee, sorry. Jammer, onwijs. Heb je hem of heb je hem niet? Heb je een klaver of heb je hem niet of heb je hem wel? Heb je dus, als je hem niet hebt, dan heb je dus. Ja, goed zo. Heb je hem wel of heb je hem niet? Is daar als zonder plappen. Ik heb hem niet. Ik zou regenboog zeggen. Ik zeg bisco. Hey! Nee! Ja. Ik heb wel goed. Ik heb hem niet. Kut. Hey! Okay. Het heerlijke gin tonic, love it. Goedemorgen allemaal. Zo shit ben ik echt een wit spook. Ik heb ook echt een kater van hier tot fucking Afrika. Oh, ik ben zo misselijk. Wel, ik ben mijn katerhoofd vanochtend in de spiegel opgezet. In elkaar gezet. Ik heb namelijk mijn spiegel binnen. Zo chill. Even serieus. Dit is gewoon top. Dan kan ik altijd gewoon lekker zo mijn outfit laten zien. Nou, ik heb een hele leuke trek van Bijels Fashion, sportlegging. En mooie slippertjes van Shein. Dus, daar ben ik echt super blij mee. Hij staat gewoon zomaar zo tussen mijn kledingrek. Hij is wel een beetje hoog, maar ja, weet je, whatever. Ik wil ook echt de iPhone 12 Max Pro gaan kopen, want ik ben mijn telefoon helemaal zat. Maar ik heb mijn telefoon op het moment nog tot september. Maar ja, fuck dat gewoon. ja, verder moet ik dit even opruimen. Oké, okay, het is inmiddels al 4 uur. Ik had echt een impulsieve aankoop opeens gedaan, maar ik besefte me opeens dat ik gewoon echt een nieuwe telefoon wilde. Dus ik heb net de iPhone 12 Pro gekocht. Nee, ik zat er al een tijdje over te denken hoor. Maar ik dacht eerst van ja, ik laat mijn abonnement wel gewoon verder lopen en boeien. Maar ik ga denk ik mijn andere telefoon afkopen bij Vodafone. Maar dat komt allemaal wel. Ik heb in ieder geval mijn iPhone 12. Hij komt morgen al binnen. Ik kan echt niet wachten. Maar Sanne, ik ga dus nu even naar het Kruidvat. Sanne is vertrouwd. Ik weet niet of ze dat gezegd had. En dan gaan we even een hoesje halen en een screen protector. Ik pak altijd links. Dan hoef ik niet open te steken. Daar links? Ja. Ik ga het vooral aangeven. Moet je hier rechtdoor? Ja, dan neem het hierheen. Het is wel lekker op de scooter. Het is super mooi weer. Stop! Heel goed. Heel eng. Oh my god.
bent aan die bot. Stond iedereen? Oh nee, mag niet. Grapje! Hey! Bij Kruidvat hadden ze geen dingen voor de iPhone 12. Dus kut, moet nu bestellen. Dat komt dus niet morgen binnen, maar... We hebben nu even lekker meiswafels met zalm en ik heb een uitje erop. Lekker, stel ik het ook maar graag. En dan gaan we even, moet ik hem even kijken. Morgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ben bij Stan wakker geworden. We hebben gisteravond eigenlijk niets meer gedaan. Gewoon een beetje serie gekeken hier. En Stan moet aan het werk op zondag om 10 uur. Dus ik ben hier wakker. Ik ga de hele dag aan school werken. Ik heb mijn laptop ook mee. En om 4 uur is hier klaar. Vandaag komt ook mijn telefoon binnen. Dus als die binnenkomt ga ik even snel naar huis rijden. Heen en weer mijn telefoon ophalen. Maar zondag hij tussen 6 en 8 binnenkomt. Dus dat zal wel niet. Dus vanavond waarschijnlijk gewoon pas. Ja, ik moet de hele dag naar school. Heel kut. Maar ja, het zij zo. Oh my god. Het is echt niet normaal mooi weer. Zit er een flikje of zo? Nou, in ieder geval mijn telefoon is binnen. Woe! Hij zou dus eigenlijk tussen 6 en 8. Maar hij is er dus al. Super chill. Dus ik ga nu snel naar huis rijden. Ga mijn telefoon ophalen, installeren. En dan heb ik mijn nieuwe telefoon. Woep, woep. Ik heb trouwens iPhone 12 Pro. Niet de Max, want dat is allemaal veel te groot voor mij. Dat vind ik allemaal niet. Maar ja, helemaal benieuwd. Oh my god, guys. De telefoon is binnen. Ik heb hem, ja, gewoon mijn iCloud gedownload. Dus daardoor ik alles. Ik heb alleen nog geen hoesjes. Dat is vet kut. Ik moet echt heel voorzichtig mee gaan doen. Oh, de kwaliteit is zo geweldig. Ik vind het echt heerlijk. Ja, je gaat het niet goed zien. Het is echt niet normaal dat ik het gewoon gisteren heb besteld. En nu gewoon al binnen heb. Van Coolblue. Ik vind dat echt zo ziek. Nou, de laatste paar apps zijn even aan het downloaden. En dan ga ik weer naar Stan. Ik wil hem ook even 100% opladen. Ik heb trouwens ook zo'n oplader erbij gekocht. Zo'n goede, zo'n dikke blok. Dan is hij lekker snel opgeladen. Dat is top. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandagochtend. Ik ben weer vergeten de vlog af te sluiten. Ik was zo moe. Ik was gisteren vanaf Stan nog naar huis gereden. En toen was ik echt vet moe. Toen ben ik gewoon bed ingegaan en geslapen. Dus, ik hoop dat jullie de week toch heel erg leuk vond. Ik heb echt een superleuke vakantie gehad. Echt een superleuke week. Ik kijk er echt heel erg leuk op terug. Ik ben nu een beetje sad dat het allemaal voorbij is. Maar er komen leuke nieuwe dingen aan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Me supporten en me te volgen. En duimpje omhoog te geven. En Instagram te volgen. You know. Sorry, ik ben een beetje moe. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei liefjes.